Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. En vandaag ben ik in mijn eigen woonplaats Lelystad en dan ga ik in gesprek met de wethouder ruimtelijke kwaliteit, Jack Schone. En wij staan hier in het zicht van de hurkende man. Jack, waarom heb je deze plek uitgekozen? Nou ja, vanwege de unieke locatie achter ons die we natuurlijk zien, de hurkende man. Die toch een eikpunt is vanaf het water richting Lelystad. En ook natuurlijk omdat we deze zomer het hele mooie Batavia strand in werking hebben zien komen. Met heel mooi weer en heel veel Lelystedelingen die ervan genoten. Het was bedoeld als kitesurfstrand, maar iedereen ontdekte het als een nieuwe plek. Alle inwoners helemaal blij. Dus we zien hier eigenlijk, kijkende naar de toekomst, dat we heel veel te bieden hebben voor de stad. En ook voor ons land met de kwaliteit van het water en de natuur en de ruimte hier in Lelystad. En wat maakt dit gebied nou zo bijzonder voor jou? Dat maakt zo bijzonder omdat je ziet hier wat met mensenhanden gemaakt is. En dan zie je dus dat hier eerst eigenlijk de zee was. We staan 5 meter onder de zeespiegel hier. We zijn begonnen met grote rotsblokken. En als je dan kijkt hoe eigenlijk de mens hier een schitterend stuk land neergelegd heeft, ja, ben ik daar heel trots op. Als je ook ziet hier wat er aan sluizen is, wat er hier aan verkeer is. Dat we ook de Flevolkust hebben qua haven. Dus ja, we doen hier heel veel langs die kust. En Lelystad is toch wel een kustplaats. Geen Hansestad, maar wel een kustplaats. Eigenlijk de Hansestad van de nieuwe toekomst. Ja. Maar Lelystad afficheert zich nu als hoofdstad van een nieuwe natuur. Niet hoofdstad van de kust of hoofdstad van een nieuwe Hansestad. Klopt. Maar hoofdstad van de natuur. Kan je daar nog wat meer over uitleggen waarom jullie dat zo belangrijk vinden? Ja, wij vinden dat heel belangrijk omdat wij kijken ook naar de ruimte. We hebben de Markerwadden zoals je net zei. We zijn verbonden heel veel met de Oostvaardersplassen. Maar ook als je over de Dreven rijdt van Lelystad zie je eigenlijk niet hoe mooi onze stad is. Onze stad is echt mooi op een fiets. Op een fiets en wandelend, want je ziet in elke wijk die we hebben. En elke wijk heeft zijn eigen park, zijn eigen ruimte. We hebben hier ook huizen gebouwd in de jaren 70, die allemaal 2 keer zo groot waren als in andere nieuwe steden in ons land. Vooral langs het, in het westen, in de Randstad. Iedereen heeft hier een grote tuin. Er is heel veel natuur. En je ziet hier ook met alle natuur die ontwikkelt. Als je kijkt naar de Hollandse Hout, hoe daar ook weer de reeën ontwikkelen in een nieuw stuk bos. Vossen zie je gewoon door de wijk lopen hier. De buizerds, de vogels, je wordt hier ook wakker. Morgens van de vogels. Dus ja, het is echt natuur waar je in woont. Achter mij heb je dus het fantastische kunstwerk van Anthony Gormley. Schotse kunstenaar, die heeft dit gemaakt. En het is naar Nederland gevoerd met 7 of 8 vrachtwagens. Allemaal staal. En wat maakt dat voor jou nou zo bijzonder? Nou, als je vanuit Enkhuizen rijdt of vanuit Almere, de Noordoostpolder, het is altijd een eikpunt om te zien, de hurkende man. Ook met al zijn bijnamen die hij gekregen heeft, die ga ik niet noemen. Maar het is echt voor ons Lelystedelingen het staalwerk en het soort kunst wat je erin ziet. Ja, is echt een stuk meer werk voor ons als stad om te zien van, hey, kijk eens hoe mooi. En wat je kan met staal, schitterend. Als we in dit gebied staan, wat zijn nou de opgaves voor de toekomst voor de gemeente Lelystad met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en landschap? Waar denk je dan aan? Als wij aan landschap denken, denken wij vooral aan een stuk duurzaamheid, hè, wat we in moeten passen op dit moment. Dus zonnepanelen, dat we die wel in het landschap ook mooi verwerken, dat we niet platen krijgen daarin. En als ik ook aan landschap denk, dan denk ik kijkende om ons heen. We hebben heel veel mooie wijdheid. Die moeten we wel zien te behouden. We hebben ook heel veel natuur. Heel veel mensen hebben geen idee hoeveel bossen wij hebben hier in de omgeving. Het Zuigerplasbos, het Hollandse Hout, nou, het Knarbos, het Larsenbos. Er zijn zoveel bossen te noemen hier. Dus het is heel belangrijk om die toch wel als een bos te laten staan in de natuur en in de ruimtelijkheid. En hoe zorgen wij daarbij dat wij samen die ruimtelijke kwaliteit hoog houden? Terwijl we ook af en toe een spanningsveld hebben tussen provincie en gemeente. Ja. Die kunnen wij goed houden, denk ik, door jullie landschapsvisie die nu neergelegd is aan de andere kant van de A6. Om daar gezamenlijk in verder te gaan. Ook kijkende rond onze natuurpark Lelystad, waar ook heel veel te doen is. Dus ja, daar kunnen we elkaar, denk ik, heel goed in vinden.